Hi Leo, I'm Char from Charlie's Angel Tarot on YouTube and MeWe on MeWe and Body Advice on Facebook. Hi Leo, dit is jullie lezing voor de 22e tot de 28e april, from the 22nd to the 28th of April. De Nederlands volgt na het Engels. Jullie hebben in de eerste kaart, for the first card in the first day of the week, you have the Nine of Pentacles. You are coming into the lap of luxury. Perhaps nine is also an end of a phase, so you're going into a better phase, okay? If you are in a judicial situation, you will be receiving news and that your reward or bounty will come to you. That is what is already mentioned and shown on the first day of this week. This is a page of swords, so it's a swift news, most probably cyber news, coming through the satellite, telephone, email, or WhatsApp. At the end of the week, the news might even be that you're getting a new job because you've got the Eight of Pentacles. And the Eight of Pentacles means recognition, somebody working very hard, doing his chores, leaving a legacy behind. So perhaps you might get news that you are starting a new job or a new study. And your theme card is meditation. So if you want answers, go and sit in a quiet room, put some soft music on. You don't have to meditate, just sit there with your eyes closed and just see what comes up. And that is a form of meditation as well. The answers will come up or ideas will come up, and that will help you to get all the ducks in a row. Okay, well, I wish you a happy Easter and take care, and hope to see you in the live sessions. For the new people, please click down here below and become a member. It's free of charge, and click on the bell and then you'll be notified. Hallo Leo, dit is jullie lezing van de 22e tot de 28e april. Jullie hebben de 9 van munten. 9 is ook een einde van een periode. Zo misschien sluit je nu af die periode, een slechte periode, en je gaat een betere periode van rijkdom en overvloed in. In het midden van de week hebben wij de knecht van zwaarden. Hij brengt nieuws. Misschien is het wel een jong iemand die je bericht zal geven. Als je in een juridische kwestie zit, dan zal het nieuws juist goed zijn, want dat is al bevestigd in het begin van de week. De 9 van Pentakels, overvloed en positiviteit. Je harde werk zal erkend worden en beloond worden, want aan het eind van de week hebben jullie de 8 van Pentakels. Dit betekent erkenning voor je harde werk, maar het kan ook betekenen dat je, omdat je erkenning krijgt, dat je een nieuwe baan krijgt of een nieuwe studie aangaat. Om alle eentjes in een rijtje te krijgen, is het de themakaart meditatie. Zo, als je niet mediteert, ga gewoon ergens rustig zitten en luister naar muziek. En doe je ogen dicht en laat gewoon bovenkomen wat je denkt. En dat zou vaak het antwoord kunnen zijn tot je vragen. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden. En ik zie je in de live sessies of anders de volgende keer als ik weer een video opgeload heb. Hou je taai en vrolijke Pasen. Ciao, ciao.